Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. Ik heb een klant binnen gehad die zijn Vespa echt wil opvoeren met een tweetakblok, want nu is hij viertak. Dus ik heb een tweetakblok in geregeld. We hebben er een uitlaatje onder gezet. En als je zo'n uitlaatje onder een tweetakblokje zet, dan moet je ook de rolletjes, sproeier en trekveer aanpassen. Nou, deze keer ga ik beginnen met de rolletjes. Die ga ik aanpassen voor lichte rolletjes, omdat dit een hoogtoeriger uitlaat is. Als ik de rol lichter maak, krijgt hij meer toeren, zal hij beter trekken. Daarvoor moet ik eerst de kartkap loshalen en dat gebeurt met een dopje 8. Dus ik ga even gereedschap pakken. Nou, dit is een radeltje, verlengstukje met handvat. En een dopje 8. Schroevendraaitje om het luchtfiltertje los te maken. En als je het luchtfilterschroefje hebt losgehaald, de trekveertrekker om het schroefje eruit te trekken. Ik ga nu het luchtfiltertje eerst loshalen met één schroef, die zit hier. Als ik die los heb gedraaid, trek ik hem eruit met de trekveertrekker. En dan kom je bij alle kartenbuisjes die hier zitten. En als ik het goed zeg, zijn dat er 13 in totaal. Ik ga vertellen. Het zijn 13 kartenbuisjes, die moeten er allemaal uit. En meer niet, deze hoeft ook niet los. Dat is ook mijn eerste fout toen ik ooit de kartkap ging openhalen, de kickstart. Nou, dus eerst het luchtfilterschroefje. Dus deze. En dan kan je nu het volgende doen. Kijk, daar zijn ze. Deze wil ik zien. En dan ga je lekker ratelen. Alle kartenbuisjes los, dus ik ga nu allemaal uit. Oh ja mensen, check trouwens ook ons andere filmpje hoe een uitlaat gaan ontgrenzen. Zowel bij een Yasuni als een Sito uitlaat zit er een prop in. En pas als je die verwijdert heb je vermogen vanuit het blok. En anders eigenlijk niet, dus moet eruit. Ik ga even wat gereedschap pakken. Want ik had een trucje hoe je eventueel de kartkap los kan krijgen als die vastgeroest zit. Een platkop, een dikke. Niet zo'n dunne, want dat werkt niet. Ik kan gewoon trekken, maar hij zit vast door de paspennen. Dus dan is manier nummer 2. En dan komt hij los. En dan kan je hem hier ertussen. Heel zachtjes. Eraf wippen. En dan is hij los. En nu zie je de binnenkant van het motorblokje. Hier zit de koppelingshuis, dat is dit ding. Dit is de pulley. En hier tussen het gaatje door zie je de koppeling. Hier zit de V-snaar. Dit is de Bendix. De Bendix is voor het starten van je scooter. En hier zit de oliepomp. Dit is een variateursvinnetje, zodat het allemaal een beetje gekoeld blijft. De starterkrans. En daarachter zit de vario. Ik ga deze nu loshalen om bij de vario te komen. En dat kan op een aantal manieren. Wij doen het met de frutteleteur. We hebben het andere gereedschap niet in huis, helaas om te laten zien. Maar voor jullie is het verstandig om met, of met een zuigerstop te werken. Of met een vario blokkeersleutel. Nou, dan ga ik nu de frutteleteur pakken. Ligt altijd heel netjes opgeborgen, niet op elkaar. Oké, dat doen we vernieuw. Nou, ik trek hem weer open. Oké, dan. Nou, deze heeft geen rubber, die is niet mooi. Oké, dan. Dit is onze frutteleteur. Daarbij. Een dopje 15 en verlengd vind ik zelf wat wel makkelijk, want dan kom je er beter bij. Nu gaan we hem loshalen, dat doe je zo. En zie hier. En als je alles gewoon netjes op elkaar legt, dan weet je ook hoe je terug moet. Dan druk je deze in. De V-snaar druk je in de pulley. Want dan krijg je een makkelijke weg. En is dit de vario. En hier zitten hier rolletjes. En deze gaan we lichter maken. Ik denk dat deze 8,5 gram zijn. Hij is 8. Het gewicht varieert. Hoe kent het nou? Ja, dat is een raadsel dit. Dus hij is 8,06 gram. En nu haal ik hem de gaaf. Dat was het gewicht. Oké, dan. We moeten wel een stukje lichter gaan. Want het is een hele hoogtoerige uitlaat. We gaan voor 5,5. Er zijn heel veel verhalen over rolletjes. En het is als volgt. Te zwaar rollen kan je een dip krijgen. Op zich wel trekkig, maar op een later tijdstip. Want dan heb je een hele lange dip in het begin. Te lichte rollen kan je eigenlijk ook een dip krijgen. En dat is in de vorm van overtoeren. Gewoon geen trekkracht. Dus wanneer zijn je rollen goed? Je rollen zijn goed. Wanneer je gewoon heel veel rollen hebt getest en gemerkt dat bij een bepaalde hoeveelheid grammage. Gewoon dat hij niet overtoeren maakt en geen dip heeft. Dan heb je gewoon de allermooiste optrek in één lijn. Wij gaan nu 5,5 gram testen. Die zetten we erin. Naast het blok weer onder de scoot zit, gaan we gewoon rijden. Gaan we kijken wat hij doet. Wie weet is het goed, dat kan. Dan heb je geluk. En als je pech hebt, ja, dan zijn ze of te licht of te zwaar. Dan moet je ze aanpassen. Was het een beetje duidelijk? Dan ga ik ze nu erin stoppen. De rolletjes. Oh, rollen erin. Stop ze erin, die rollen. Oké, dan. Nou, dan deze er weer op. Wel met deze plastic dingetjes erop, hè. Vario geleidertjes. Dat is ijs op ijs en is het zo stuk. Dat gaat niet werken.
Daar gaat hij. Oh, in één keer. Eerder drukte ik al de face daar in de pulley. Dat is zo. Dan heb je lekker veel speling hier. Dan krijg je deze. En makkelijk op. Kijk, en dan heb je hier nog heel veel vlees. Dat is heel fijn. Dan dit onderdeel. Die gaat er weer overheen. Let goed op die karteltjes, goed op de krukken zitten. Want anders sloop je echt je krukken als de malle. Deze helemaal erop draaien, zo ver als je kan met de hand. Want dan heb je de minste kans dat je hem de schuin opdraait. Zo. Helemaal keurig, perfect dit. En dan, of met de Vario blokkeersleutel weer vastzetten. Of zoals wij doen met de frutteltuur. Vast is vast. Damn. Nu heb je gezien hoe je rolletjes moet vangen. Hoe je het zelf ook zou kunnen doen, behalve met het frutteltuur gedeelte. Dan moet je even de Vario blokkeersleutel verkopen. Kijk ook volgende keer weer mee naar hoe je trekveertjes moet vangen. Dat is ook erg belangrijk voor het uit stilstaan wegtrekken. Maar dat is voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dit was Volgens met Joey voor vandaag. Volg ook Volgens met Joey op YouTube en Facebook. En ik zeg jullie, rustig. Goedemiddag. Nico, Joey. Ik heb een wokstatus gekregen van de politie vanwege snelheid.